Daar kon je duidelijk aan merken dat zeker een bergwijn gisteren compleet de weg kwijt was. Heren, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Een mooie, nou ja, geen mooie overwinning, maar in ieder geval een beker rijker. Het was supergezellig in het stadion. De supporters hebben zich voorbeeldig gedragen, beter als de meeste spelers. Ja, daar was heel veel over te doen. Wat vindt u daarvan? Ja, het was voetbal een beetje onwaardig. Het was gewoon geen reclame voor het voetbal überhaupt. En als je ziet hoe de spelers zich gedragen ten opzichte van de scheidsrechter, dan denk je, ja, de spelers moeten een voorbeeld stellen voor het publiek. Maar nou was gisteren het publiek was top en de spelers was gewoon schandalig. En zoiets hoort niet op een voetbalveld thuis. Als je dan ziet, een Tadic, een Klaas, een Bergwijn, een Berghuis en Luc de Jong. Het zijn de voorbeeldspelers en die moeten een voorbeeldfunctie geven. Maar was gisteren was het absoluut een beetje onwaardig. Is het de terechte overwinning? Heeft PSV de beker terecht gewonnen? Zoals mijn broer het noemde, de minst slechte ploeg heeft gewonnen. Ja, dat denk ik ook. PSV, de tweede helft was het toch wel wat iets beter en kwamen verdiend op 1-1. Kregen nog enorm veel kansen om 2-1 te maken. Ajax had zelfs de grootste kans om 2-0 te maken. En ja, goed, het gebeurt niet en dan draait de wedstrijd toch een beetje om. Maar ik denk dat PSV verdiend heeft gewonnen. Ja, die 2-0 van Brobbey die hem had kunnen maken. Uitgerekend Bergwijn die niet op staat te letten. Ja, dat is toch wel heel typisch. Hè? Ja, omdat hij dus met iets anders bezig is dan met voetballen. En dat ligt hem dus dan. Als hij die wedstrijd gewoon geconcentreerd aan het voetballen was geweest. Niet zo irritant was geweest. En dan had hij die bal gewoon in kunnen schieten. Dan had Ajax gewonnen en dergelijke. En daar kon je duidelijk aan merken dat zeker Bergwijn gisteren compleet de weg kwijt was. Voor wie het een schitterende middag was, was voor Joël Drommel. Die natuurlijk een hoop over zich heen heeft gekregen. En nu toch wel eventjes een zoete wraak heeft kunnen nemen. Ja, Joël heeft het geweldig gedaan. Een hele goede wedstrijd gekiept. En hij was de bekerheld gisteren. En verdiend een compliment aan Drommel, die PSV toch de 11e beker bezorgd. Ja, Drommel was gewoon, hij deed fantastisch. De laatste wedstrijd heeft hij Benitez al vervangen. Maar hij heeft het gisteren gewoon top gedaan. En dan de moeilijkste penalty te stoppen was toch wel die van Alvarez. Dat was toch wel de moeilijkste. Ja, die terugspeelballen. Die was zwaar. Moet je wat kwaliteit voor hebben. Ja. Ik wilde net zeggen, die had u misschien ook nog wel tegengehouden. Ja, volgens mij twijfelde hij wat hij moest doen. En hij dacht, nou ik speel maar terug op de keeper. Dan neemt hij de verantwoording. Maar het was een andere keeper. Wel een mooi feestje gehad. Ruud van Nistelrooy natuurlijk zo blij als een kind. Dat was wel mooi om te zien. Hè? Ja, absoluut. En dat heeft je ook verdiend. PSV is de laatste maanden heel stabiel geworden. En een verdiende overwinning. En nou die tweede plaats zaterdag Sparta is natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd. Die is misschien nog wel veel belangrijker als de bekerfinale. Die mag je niet verliezen. Die moet je in ieder geval winnen. En dan, ja, als je die wint, dan ben je tweede. En dan heb je toch nog een redelijk seizoen.